Vaak trek ik me terug, omdat ik denk dat het allemaal al gezegd is. Hou ik mijn bek dicht en kijk naar wie er echt is. Ik heb slechts dit verhaal en dat vertel ik aan jullie mensen, daarna vertrek ik. Pak wel met z'n allen een biertje aan de bar, want ik vertel niks. Iedereen weet het. Iedereen heeft het erover. Iedereen blijft praten. Maar voor verandering hebben we meer nodig dan bijvoorbeeld een treinkapen. We zijn knapen, dus doen we niks meer dan op het plein staken. Maar nu dat je naar me kijkt, staan we. Misschien aan de vooravond van een kans op een overname. Kijkend naar mezelf stel ik dat ik me niet hoef te verzetten, want ook al rebel ik, word ik afgemaakt als iedere heldin. Een rasloze Surinamer, een kind van de jaren 80. Oh, het was prachtig. Naar school gaan, terwijl het slachten van verdachte orde van de dag was. Maar niet besefte dat dit de orde van de Atlas is. Goeiedag dames en heren, mijn naam is Mist. En ik ben 30 plus, maar weet nog steeds niks. Ik voel me een leeuw, dus ik brul. Ik voel me een lul, dus ik vul. Gaatjes en probeer ze vol te proppen. Maar helaas is het water tot aan mijn koppen, kan het niet echt stoppen. Dus kijk ik goed uit mijn kastanjebruine doppen. Zodat ik niet alleen de koffie kan ruiken, maar ook mijn buik en geest op de juiste wijze kan voeden. Ik gebruik de kracht van het woord omdat ik dat echt bezit. De meeste andere dingen lever je toch in aan het einde van de rit. Maar de vrijheid die er zit, wanneer je dicht, sluit je je af van de zogenaamde realiteit die in feite de grotere illusie is. Ze zeggen wie je bent, wie je was, wie je moet zijn. Zit er ook vrijheid in wanneer je dood, bloed, pijn en verdriet schijnen ingrediënten te zijn voor de dappere denker. Eentje die zijn geschenken en wensen spuwt op de maatschappelijke denktank.